Hallo en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Mijn naam is Julie. Heel leuk dat je kijkt naar deze vlog. Ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal als je er nieuw bent. En let's go! Heel toevallig zag ik op Facebook verschijnen dat kleinespruit.be ermee gaat stoppen. Dat is een website waar dat je online geboortelijst kunt maken, zo op verschillende websites en zo. En wij hadden dat daarop ook gemaakt en ja, echt al maanden geleden. Maar die gaan er dus mee stoppen. En we hadden ook die website op ons geboortekaartje laten zetten. Gelukkig is dat nog niet gedrukt aan, nee, want de baby is nog niet geboren. Maar goed dus dat ik dat gezien heb, want anders had ik dat waarschijnlijk over het hoofd gezien of zo. Dus gelukkig, ik heb naar Vestlab gemaild en ze hebben het meteen aangepast. Dus dat is wel goed. We zitten nu bij lijstjestijd.be. Dat is eigenlijk een website waar je ook gewoon voor verjaardagen of verrassingen of kerstmis of zo ook zo lijstjes kunt maken voor cadeautjes. En ik heb speciaal op zo'n websites gezocht waar je echt zo, ja, van verschillende webshops en gewone fysieke shops dingen kunt kiezen. Want als je het zo bij ene winkel legt, zoals ze zeggen, ja, dan heb je niet veel keus of dan, ja, dan hangt je daaraan vast. Je krijgt er soms wel korting door en zo, maar ja, ik vind het veel leuker. Maar toen ik dus begon, maanden geleden al met dat aan te maken, toen ja, was het nog midden corona. Dus dan waren de fysieke winkels ook gewoon dicht. Dus ja, vandaar dat ik het via deze weg gedaan heb. Maar nu zitten we dus bij lijstjestijd.be. Ik heb wel alles zo handmatig moeten overzetten, maar uiteindelijk werkt het ook. Dus helemaal top. Ik ben net terug van de kiné voor mijn bekkenbodemspieren, oefeningen, dingen. Maar ze heeft ook vooral mijn onderrug. Oh, daar loopt iemand. Ze heeft ook vooral mijn onderrug zo wat, gemasseerd. En dan heb ik wat oefeningen gekregen voor, met mijn bekken. Maar eigenlijk waren het allemaal oefeningen die ik zelf ook wel kon bedenken. Maar goed, vrijdag moet ik naar de gynaecoloog. En ze zei dat ik dan moest vragen of we meer harder mochten trainen. En of dat eventueel mijn buik moest intapen of zo. Want ik voel nu weer zo die lage krampen steken. Maar we zien wel, ik moet vrijdag dan weer teruggaan te vertellen wat dat ze bij de gynaecoloog gezegd hebben. Ik hoop dat het niet voor niks is allemaal. Maar goed, daarna ben ik ook naar de Action geweest. Want ik heb daar terug extra bakkies gekocht. Want ik was vergeten natuurlijk. Ik heb boven een commode en ik had een paar vlogs geleden laten zien dat ik daar bakkies voor had gekocht. Voor daar op te zetten en zo. Maar beneden hebben we natuurlijk ook een commode. En ik heb nu echt de perfectie. Voilà, hier heb ik dan zo vier grotere bakjes van de Action dan. De onderste zijn maat L en de bovenste maat medium. Dus ja, dat is precies of het ervoor gemaakt is. Het past perfect. En hier komt dan nog een verschoningsbedje op. En dan komt dat helemaal goed. Maar ik ben helemaal buiten adem, sorry. En dit, deze box of park, of hoe je het ook wilt noemen, die komt in de living te staan natuurlijk. En binnenkort gaan we deze Isofix ook in de auto van Xander zetten, maar daarvoor moeten we die eerst echt een beetje gaan proper maken. Ah ja, en hier staat trouwens de piano van Amuse alvast voor de eerste auditieronde. Staat die hier al helemaal klaar om mee te nemen? Dingetjes toegekomen, zoals deze muziekmobiel. Eindelijk heb ik een voedingskussen. Ik heb hier ook zo een trill octopus. Ja, je ziet het niet, maar het trilt dus. Dan hebben we ook, ja, je ziet het, het is allemaal in hetzelfde thema. Dat is Ocean Pink van Little Dutch. Hebben we deze voor aan de, ja, maxi cozy of
ja, eender waar, ook in de wieg en zo kunnen we die ook hangen. En dan hebben we hier ook nog van dezelfde collectie de speelmat. Wat gaat je bestellen, Xander? Recycleerbaar. Daar ga ik op duwen. Want we hebben van alles mee. Karton. Plastic. Isomo. Maar ook groot huisvuil. Maar we gaan groot. Graf. Grot. Grot. Grot huisvuil. En dan kunnen we nu naar? Naar de car wash. Dat is toch anders dan in Herent, in de Wasstraat. Oh, maar dat stinkt hier echt. Ja, echt. Naar afvoerwater. Waarom moest je... Ik kan niet ademen. Ja, ja. Als er iemand anders in de buurt van Beringen een Wasstraat kent, let us know. Dat is de eerste keer dat we de auto hier wassen. Misschien even zonder rioolwater. Alexander, wat is er net gebeurd? We kwamen uit de carwash en dan moesten we draaien. En nu zitten we in een nieuwe gang van de carwash. Maar eerst heeft die man ons nog ingezeept en afgespoeld. Heel raar. Wat een dag. Ik ben echt in slaap aan het vallen. Maar we zijn nu onderweg naar de derde workshoples. En nu gaat het over borstvoeding. Maar ik ga denk ik gewoon slapen. Mag dat, Xander? Gisteren kon je slapen. Gisteren was de workshop van de hypnobirthing. Met allemaal ontspanningsoefeningen. Ja, maar... Dan kon je slapen. We hebben daarvoor geslapen, Xander. We hebben daarvoor geslapen. Met het bandje van de ontspanningsoefeningen. Deze nacht ben ik zelfs naar beneden gegaan en heb ik een feestje gehouden met jazz en heb ik koekjes gegeten. Wat? Ja. Samen met jazz koekjes gegeten? Ja, die was heel blij dat ik er was. En toen heb ik toch terug proberen slapen, maar het lukte niet. En we zijn alweer terug thuis. We hebben heel wat nieuwe kennis opgedaan omtrent borstvoeding. En ja, het was wel heel interessant, alleen was het echt warm. Allee, we kregen zo geen lucht, want alles was dicht omdat het keihard regende buiten. En we hadden natuurlijk warmere kleren aan, want het is maar 14 graden. Dat is even zo heel anders. En Xander heeft nu keihard hoofdpijn, want hij wou zijn mondmasker niet afzetten, maar ik heb het wel afgezet, want sorry. We hadden keiveel afstand, dus ja, maakt niet uit. Xander, waarom maak je zoveel lawaai? Hij is aan het lachen nog. Hij wil laten horen dat hij het huishouden hier aan het runnen is. Oh my god, Xander, ik word gek. Hebben we geleerd over borstvoeding? Of tettevet? What the fuck? Doet hij mijn haar mooi? Doet hij, ja, maar vettig, hij heeft al de hele tijd... Ja, maar die doet daar toch zo kokosvet in of zo? Ja, en ook zo poeder. Maar is vandaag het poeder vergeten? Poeder, droog shampoo. Poeder, nee, poeder. Ja, dat is droog shampoo. Nee, droog shampoo is zo... Ja, maar dat is eigenlijk ook poeder. Maar je kunt ook zo... Talkpoeder. Die deed zo talkpoeder. Zo. Ja, die deed zo met twee vingertjes. Wat? Ja. Die pakte dan en zoals dat je zout op je eten doet, deed hij dat zo. En daarna deed hij niks meer. Niet gewoon zo. En dan nee, was... eerst deed hij wax in mijn haar. Hoe deed hij dat juist? Zo, wax in mijn haar. En dan deed hij zo. En dan? En dan was het klaar. En dan zei hij, je mocht naar huis gaan. Moet je toch niet knijpen? Ja, deed hij zo een beetje zo. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Papa en Lucien zijn zo hier. En die gaan in de tuin werken. Of ja, vooral mijn papa. Normaal ging die maandag komen, maar het heeft maandag de hele voormiddag keihard geregend. En nu is het droog. Alles is nog wel nat, maar we zien wel. En om 10 uur hebben wij een locatiebezoek voor Amuse ergens. Dus daar gaan we ook even naartoe, terwijl zij nog bezig zijn natuurlijk. En daarna gaan we op restaurant. Dat is de eerste keer voor... mij alleszins, niet voor Xander, want die is vorige week al met collega's geweest. Maar voor mij is dat de eerste keer na 87.000 jaar. Dus we zien wel. En zet je klaar, papa? Ik nog niet. De helft is gedaan, denk ik. Goh, welke helft? De helft van de haar. Ja, maar... De goede kant.
Aan de andere kant is het voor. Die dingen zijn die bomen, wie gaat dat doen? Jij? Jij? Ja. Hij lacht met mij. En nu tijd voor een pintje. Eerst een glas water. Oké. Zo, papa en Lucien zijn weer naar huis. We zijn lekker gaan eten. Het was heel gezellig. We hebben weer veel bijgekletst. Maar je moet sowieso gaan terugkomen voor de Haag verder te doen. En dan, maar ja, dan moeten we er wel voor zorgen dat we thuis zijn, zodat we mee kunnen helpen en niet op locatiebezoek zijn. Wat overigens wel echt een leuke locatie was. Dus we gaan er sowieso een optie op nemen. Dus spannend. Onze bouncer of wipstoel, of hoe je het ook wilt noemen, is ook toegekomen. Hij is van Tiny Love. Ja, Jazz denkt de hele tijd dat dat voor haar is. Ja, ik weet het, Jazz, maar je zal er toch aan moeten wennen, hoor. Er is iets mega cool aangekomen, namelijk de enige echte Amuse Beach vlag. Die we zelf ontworpen hebben en super groot is. We gaan nog eens ergens naartoe vandaag. Joepie, en niet zomaar ergens naartoe, want ik ga naar het buitenland. Ja, ik ga naar Nederland, naar Tilburg. Ik ga samen met Karen naar het eindexamen van Sam gaan kijken, een andere collega. Dus ik ben super benieuwd. Ik heb het nog maar één keer gedaan in Brussel, naar een musical opleiding, eindexamen ding gaan kijken. En nu dus in Tilburg. Ik moet een uur en een kwartier rijden, dus ik hoop dat ik er ga geraken. Het is pauze bij de voorstelling. Het is heel leuk. En Sam is ook heel grappig, hè? Toppie! Toppie, het is wel raar om zo mensen te zien spelen en te applaudisseren. Vond je dat niet? Sst. Sst. Maar dat is hier in Nederland misschien anders, hè? En ik ben weer terug thuis. En dat zijn Xander zijn benen daar. Wow, ik heb echt meer dan anderhalf uur gereden. Ja, echt een uur en drie kwartier zie ik nu. Het was heel leuk. Sam heeft dat super goed gedaan. En al zijn klasgenoten en zo. Ook kei leuk. Het was echt nog eens fijn om zo een voorstelling te zien. En ja, alsof er geen corona was eigenlijk. Ik ben blij dat ik daar naartoe ben mogen gaan. Dus dank u wel, Karen, voor de uitnodiging. En nu gaan we iets bestellen om te eten, want het is veel te laat om nu nog te beginnen koken. Oh jee, het wordt zo'n dag. Gezellig plantjes water geven. Papa en Lucien hadden trouwens rabarber mee van bij hun in de tuin. We hebben die hier ook staan, maar eigenlijk gaat die het slechtste in onze moestuin. Heel veel beestjes daarop. Maar ja, het zou sowieso te vroeg zijn om daar nu al van te kunnen eten natuurlijk. Maar ik heb nu lekkere stukjes rabarber of zuurstok of zo. Lekker. Oké, het was een zeer hectische namiddag. Dus ik had gewoon om 2:30 een afspraak bij de gynaecoloog. Gewoon de 32 weken echo. En alles was heel positief. Ze was weer P50. Dus dat betekent van 1 tot en met 100 zat zij op 50. Dus super standaard en gemiddeld. Wat alleen maar positief is, beter kun je niet hebben. Ik heb wel zo'n wissertje laten afnemen voor mijn, mijn bekkenbodem. Klachten steken om te kijken of ik toch geen infectie zou hebben. Maar dus ik had om 2:30 een afspraak. Xander mocht weer mee. En om 3:30 mochten we pas naar binnen. En om 4:30 moest Xander in Schelle zijn. En hij zou mij nog eerst naar huis brengen van Hasselt. Dus ja, je hoort het al. Het was super hectisch. Er waren ik weet niet hoeveel straten in Hasselt waar ze aan het werken waren. Waardoor we om moesten rijden. En dan waren we eindelijk in onze straat hier. En dan was er echt waar, vlak voor ons huis, een ongeval gebeurd. Dus wij stonden nog aan te schuiven. Maar ik zeg tegen Xander, ik zal gewoon uitstappen. En dan kun jij draaien en dan kun jij door. Ik had ook al voorgesteld van ik ga gewoon mee naar Schelle. Maar uiteindelijk, Hasselt Schelle is ook nog altijd heel ver. Dus dat maakte eigenlijk niet uit. Dus ik stap naar daar. Ah ja, wat je ook moet weten, ik had om 4:30 een afspraak bij de kiné. Het was trouwens 4:30 op dat moment. En ik loop zo naar ons huis en ik zie dat er zo'n ongeval is gebeurd. Maar echt zo net.
En dan komt de buurman naar mij toe en die zegt, ja, hier is een ongeluk gebeurd. Wij gaan nu vertrekken op verlof. Kunt jij je hiermee bezighouden? Die man heeft heel veel pijn. Kunt je een stoel gaan halen? Dit, dat. Ik zo, wat? Ik moet eigenlijk door, maar ik voelde mij zo schuldig. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar de kine bellen, ik ga het afbellen. Maar ja, dat betekent dat ik dan die afspraak wel moet betalen. En ik dacht, ik heb hier eigenlijk helemaal, het is helemaal niet mijn schuld dat ik er niet kan geraken. Dus uiteindelijk kwamen er andere mensen die die man dan geholpen hebben. Die was van de brommer gevallen. En dan ben ik toch nog naar de kine gegaan. Ik was wel te laat, maar gelukkig. Ik moest me nog omkleden ook nog. En dan heb ik daar nog wat oefeningen gedaan en meegekregen om thuis te oefenen. Mijn bekkenbodemspieren aanspannen en ontspannen. En met mijn benen open en dicht doen en zo van alles. Maar ik merk dus dat ik, dat mijn ademhaling niet goed zit. Maar dat weet ik eigenlijk al langer dan vandaag. Ik kan me niet ontspannen en ik kwam daar ook half dood aan. Ik zo, sorry. En alles uitgelegd. En dan moest ik daar ontspannen en oefeningen gaan doen. Maar goed, ik moet vandaag gelukkig nergens meer naartoe. Ik ga ook geen eten meer maken, want ik heb gisteren hadden we eten besteld. En ik had nog pizza over, dus dat heb ik gegeten deze middag. Dus ik ga gewoon vanavond boterhammen eten. En morgen zal ik wel burritos maken. Vandaag hou ik het gewoon voor bekeken, jongens. Dit was echt niet leuk. Voor iedereen die benieuwd zou zijn hoe dat het met onze moestuin gaat... Wel, ja. De ene doet het al wat beter dan de andere. Dit is de ronde courgette. Daar hangen nog geen courgettes aan, maar wel af en toe een bloem. Dit is dus ja, die rabarber die opgegeten wordt door allemaal kleine beestjes. Dit is een klein beetje bieslook. Dat is de druivelaar die we nu uit de pot hebben gehaald. Of mijn papa heeft dat gedaan. Dit is de mega, mega gewone courgette. En je ziet, er zijn echt al veel courgettes. En dit is dan echt de overwoekering van heel het stuk hier. Dit is dus de pompoen. Die ging eerst echt volledig zo over het gras. Maar dan heeft mijn papa die zo teruggedraaid en een stokje ingezet en zo. Maar ja, it's everywhere. Hier hebben we nog de twee kolen. Hier is de peterselie, de basilicum, de munt en de tijm. Dus alles gaat eigenlijk goed, behalve... Ah ja, je ziet hier nu zo'n open plek. Daar was eerst de meloen, maar die is denk ik door een marter of zo eruit gegraven. Maar die ging sowieso al niet goed. Ineens was dat plantje gewoon weg. Dus dat was ook een experiment, zei mijn papa. Dus daar hebben we nu nog wel een plekje. Of kan die pompoen zo zijn eigen weg nog gaan? Mag de kip gewoon rondlopen, Jazz? Dat is lief van jou. Dat is lief. Ga je niet blaffen? Ik had de inhoud gemaakt en Xander ging er een burrito van maken. Maar ik weet niet of dat dit nog opgerold kan worden. Maar goed, smakelijk. Ik heb die van mij toch zelf even gemaakt en die ziet er zo uit. Het was iets te veel wat Xander mij had gegeven. Zo, dit was het dan voor deze week. Julie is nu te moe om nog iets te zeggen, dus dan doe ik het maar. Hopelijk vonden jullie het een beetje leuk. Als jullie het leuk vonden, geef het zeker een like of een duim omhoog. Of abonneer je op ons kanaal. Oh nee, ik zeg ons kanaal. Of abonneer je op dit kanaal. En dan zien we elkaar weer snel terug. Daag!